Aan de voet van de Domtoren in Utrecht wordt iedere zaterdagmiddag een postzegelmarkt gehouden, waar velen elkaar ontmoeten om zegels te ruilen of te kopen. Ervaren verzamelaars specialiseren zich doorgaans, omdat het terrein van de filatelie langzamerhand vrijwel onoverzienbaar is. Op die markten worden vaak goede ruilen gedaan en aardige aankopen. Alle verzamelaars hebben nu hun belangstelling gericht op de internationale postzegeltentoonstelling Amphilex in de RAI in Amsterdam, waar voor 50 miljoen gulden aan postzegels bijeen is. Hier ziet men onder andere hoe vroeger particuliere bedrijven poststukken vervoerden. Men heeft de hele hal met kaasdoek bespannen om de zegels tegen het licht te beschermen. De belangstelling van velen gaat uit naar de eerste Nederlandse zegels uit 1852. Er zijn verzamelaars die zich specialiseren in landen, zoals blijkt uit deze inzending, en ook uit die over Rusland, met zegels die in het bijzonder aan de revolutie zijn gewijd. Maar in plaats van landen kan men ook thema's kiezen, bijvoorbeeld dat van de luchtpost met zijn bewogen historie. Vliegrampen deden vaak luchtpost verloren gaan, en voor verzamelaars zijn juist de getuigen daarvan van grote betekenis. Een Hongaarse jongen heeft op het thema concentratiekampen een verzameling aangelegd van zegels die de herinnering daaraan levend houden. Foto's completeren zijn inzending die een actieve waarschuwing inhoudt. De religie is ook een geliefd thema van postzegelverzamelaars. Spanje wijdde een serie aan het lijden van Christus. En dan zijn er de kinderzegels, van welke Nederland prachtige series heeft uitgebracht. Er is een ereafdeling met zeer belangrijke en kostbare verzamelingen. En hier zijn ook de allerduurste zegels van de wereld te zien. Twee zegels van het eiland Mauritius. Te weten, de diepblauwe van 2 pence en de oranje van 1 penny, die samen 800.000 gulden waard zijn.